Bijna 1000 bekeuringen voor loslopende honden zijn mogelijk onterecht uitgedeeld. Dat zegt de vereniging Hondvriendelijk Groningen. Ze hadden een 11-tal klachten ingediend bij de ombudsman en die verklaarde bijna alle klachten gegrond. Voor de belangrijkste klacht verwijst de ombudsman de klagers naar de rechter, namelijk de vraag of er bekeurd is volgens de regels van de gemeente. Ze hadden een beleid dat ze honden zouden bekeuren bij overlast. Dat was de bedoeling. Maar wat nu blijkt uit de ervaring is dat ze eigenlijk lik op stuk beleid voeren. Mensen die met het hondje rustig lopen, niets aan de hand, die worden gewoon bekeurd. Waar wij voor voelen is dat, en wat eigenlijk ook de bedoeling was, is dat mensen die bijvoorbeeld poep laten liggen, die bekeurd worden. Honden die opspringen, die bekeurd worden. Honden die de weg overrennen en fietsers in gevaar brengen, dat die bekeurd worden. En dat is onze bedoeling. De vereniging heeft veel klachten over de bijzondere opsporingsambtenaren, de zogenaamde BOA's. Daar gaat heel veel mis. De mensen worden in burger bekeurd. Ambtenaren zitten achter struiken. Mensen die lopen ergens en dan ineens staat er iemand voor je neus. Er zijn mensen die s'avonds om 22:30 bekeurd zijn, die het hondje nog even aan de overkant van de straat laten plassen waar geen gevaar is. En dat er dan ook ineens een boa achter de bosjes vandaan komt. Dat is verhalen zat. De vereniging Hondvriendelijk Groningen heeft de leden gevraagd bezwaar te maken tegen de boetes. Wij hopen nu dat een van die bezwaarschriften behandeld gaat worden. Die meeste bezwaarschriften liggen al 2 jaar stil, zeg maar. En op het moment dat dat bezwaarschrift behandeld wordt, dan kunnen wij eventueel in het gelijk gesteld worden door de rechter. En zouden al die andere bekeuringen ongeldig verklaard moeten worden. Ook hondenbezitter Paul Scheffer ondervond het optreden van de opsporingsambtenaren. Ik liep met mijn hond hier aan de voet, want ik zou net oversteken om naar huis te gaan. Toen een rood autootje van stadstoezicht mij ontdekte, boven op de remstanden, bijna 2 auto's liet raken. Die moesten met gierende remmen uitwijken. Hij reed het fietspad op, daarbij bijna een fietser rakend. Op dat moment denk ik van, ik steek over. Op dat moment komt die meneer schreeuwend achter mij aan. Meneer, uw hond loopt los. Deze keer heeft u met een ander te maken. Ik zal u krijgen. En toen ik in mijn eigen tuin liep, toen greep hij mij beet en probeerde mij de tuin weer uit te trekken. Op dat moment was er een getuige die aan de overkant alles zag gebeuren en tegen deze ambtenaar begon te schreeuwen van hé, waar ben je mee bezig? Op dat moment kon ik mij met geweld losrukken en om escalatie te voorkomen, want ik was ontzettend boos, ben ik maar naar binnen gegaan en heb mijn vrouw naar buiten gestuurd om de eerste reactie te doen. Een paar minuten later, toen de politie gearriveerd was, ben ik weer iets wat rustiger naar buiten gegaan en ik moet zeggen dat de politie toen alles heel goed heeft afgehandeld. Hij heeft niet het idee dat zijn klacht serieus werd genomen. Nou, de dienst heeft heel netjes een gesprek met mij gevoerd. Waarbij ik toen al dacht van, nou ja, dat is meer procedureel dan inhoudelijk. Want ik heb nu een brief thuis gekregen waarin staat dat de betreffende handhaver is een andere mening toegedaan. Dus gaat u maar naar de ombudsman. De wethouder kon niet reageren, maar laat weten het rapport van de ombudsman serieus te nemen.